De Kotwik is deze zondag voor de 24e keer gehouden. We hebben dit jaar 124 ploegen. Vorig jaar hadden we iets meer ploegen, maar nu hebben we meer deelnemers. Omdat er meer boten zijn met 4 roeiers erin dan de andere jaren. Dus het is zeer succesvol tot nu toe. We hebben een aantal coryfeeën uit elk jaar. Er zitten een paar Duitse ploegen bij. Ze komen uit het hele land, vanuit Nijmegen, vanuit Voorschoten. Het hele land komen ze hier naartoe, omdat het zo'n gezellige wedstrijd is op een prachtig roeiwater. Er is sprake van dat die rietkraag, dat die hier weggaat. Ja, dat is voor ons een grote zorg. Door de toenemende scheepvaart, met name van de containerscheepvaart, zijn er steeds grotere schepen. Dus het kanaal moet worden uitgediept en verbreed. En dat wil ook zeggen dat mogelijk onze rietkragen gaan verdwijnen door die verbreding. En dat heeft een aantal slechte zaken voor het roeien, maar ook überhaupt voor het milieu. Want het uittreden van dieren of ongeslagen watersporters wordt veel moeilijker. Met name de reeënstand zal er zeker onder te lijden krijgen. Want die kunnen nu via het riet uitklimmen. En dat met een verdiept kanaal met de stalen damwanden, zoals we dat ook hebben bij Hengelo, zal dat een groot probleem kunnen worden. Als de containervaart niet verder gaat dan de zwaaikom tegenover de containerhaven, dan zou dat al heel erg veel schelen. Dus dat hopen wij wel. Dan houden we toch nog wel mooi roeiwater over het laatste stuk richting Almelo. Maar ook Van Merkestein heeft steeds grotere schepen voor de aanvoer van bouwstaal. Dus het blijft riskant. Een ander probleem is dat er nogal veel kwelwater is. Met name bij Bornebroek, omdat het kanaal niet waterdicht is. En daardoor willen ze ook proberen met nieuwe wanden dat kwelwater te weren. Nou, er is zelfs gesproken over dat sommige bruggen wat verhoogd zouden moeten worden om er een container meer hoger op te kunnen zetten bij de containerschepen. De natuur moet in dat kanaal ook wel bewaard blijven. Die rietkragen herbergen ongelooflijk veel vogels en insecten. En als het een stalen damwand wordt, verlies je dat allemaal. De natuur, de rietkragen, met name bij de doorbraak, die zit vol, er zitten ijsvogels. Ik heb er een tijd geleden ook een roerdomp gesignaleerd. Ja, dat zijn vogels die we niet kwijt zouden willen, maar die raken we zeker kwijt als dat riet allemaal verdwijnt.